De theatervoorstelling Boer zoekt land is gisteravond in het Voorhuis in Emmeloord in première gegaan. Het is het tweede deel uit een trilogie over de geschiedenis van Flevoland. Het verhaal begint na de drooglegging van Noordoostpolder. En er moesten het allemaal nog boerderijen worden. En dat hele gebeuren speelde zich af tijdens de Tweede Wereldoorlog voor een groot deel. En in die tijd is het verhaal wat zij vanavond hier zullen brengen. Hier, lees nou eventjes, hè? De grootste polder van Nederland. Voornamelijk bestemd voor de landbouw. Dus daar hebben ze boeren nodig. De kavelverdeling is een belangrijk thema in het stuk. De een hoopt op een boerderij en de ander moet zich met tegenzin vestigen op het nieuwe land. De eerste bezoekers zijn enthousiast. Ja, erg verrassend. Een stukje geschiedenis van de Noordoostpolder van het begin. Wordt heel mooi gezongen, prachtig koor. Live muziek erbij. Ja, erg mooi tot nu toe. Dat is fantastisch. Die moeten we gewoon in ere houden, de geschiedenis van Flevoland. Als pionierskind ben ik natuurlijk helemaal in verweven. En ik vind het fantastisch dit soort dingen nog te getoond worden. Ik had er niet per se een voorstelling van. Mijn ouders die zingen mee in het koor. En die hadden erover verteld. En het sprak me wel aan. Omdat ik ook in de polder woon. En omdat er heel veel over te doen is. Natuurlijk over het ontstaan van de Noordoostpolder. De voorstelling is een samenwerking tussen toptheaterproducties en verschillende muziekgroepen uit de provincie. De koren en verschillende dansgezelschappen uit verschillende plaatsen die het eigenlijk toch een soort hele Flevoland voorstelling maken. Dit is namelijk de geschiedenis van de hele provincie. Het begint natuurlijk in de Noordoostpolder, maar uiteindelijk komen we daar natuurlijk de twee andere grote polders bij. En uiteindelijk is dat één provincie geworden. En op die manier, het is ook wel fijn om met al die mensen die samen te komen. Dat is pas in het laatste proces. Wat wel een verschil is met de eerste keer, is dat de acteurs ook al uit de hele provincie kwamen. Bij de eerste voorstelling kwamen ze echt vooral uit Almere. En nu komen ze echt uit de hele provincie en dat is fijn. Na de première in Emmeloord is de voorstelling ook te zien in de Meerpaal in Dronten, de Kunstlinie in Almere en in Agora in Lelystad.